Anouk Hartwijk verwelt eind juli de schoolbanken voor deelname aan het grootste internationale toernooi voor kleine mensen. De 18-jarige Eindhovense doet namelijk voor de eerste keer mee aan de World Dwarf Games. Een toernooi waar niet alleen geoefende sporters aan meedoen, maar ook beginnelingen. En dat komt goed uit, want zelf is ze nog druk in de weer om alle sporten onder de knie te krijgen. Over het algemeen heb ik nooit voetbal gedaan, dus dan moest je het echt gaan leren in de trainingen die je krijgt. En dat is ooit vreselijk lachen waarschijnlijk, of niet? Ja, dat is wel heel erg lachen, want inderdaad in het begin, je kan natuurlijk wel goed de groei zien, maar in het begin was het natuurlijk niet altijd even hoog. Dus dan moet je gewoon met z'n allen heel hard lachen en dan ga je proberen verder en dan geef je elkaar tips. Maar het is wel altijd heel gezellig. Aan de World Dwarf Games in Duitsland doen honderden kleine mensen mee. Ook Anouk, die 1,29 meter is, heeft een groeistoornis. Ja, achondroplasie is een groeistoornis. Dus dat betekent dat voornamelijk mijn armen en benen gewoon korter zijn. Mijn romp is op zich normaal. Ja, ik zeg altijd, ik ben Anouk en ik heb achondroplasie, maar ik ben niet achondroplasie. Dus ik laat het mij niet mijn keuzes bepalen in wat ik wil gaan doen en wat ik ga doen. Maar dingen zoals water pakken kan soms wat moeilijker zijn. Zo heb ik met een normale keuken een krukje nodig. Ga je verder gewoon je water pakken. Maar het geeft wel altijd net die dingen die mensen soms niet zien dat je je aan moet passen. Anouk doet mee met basketbal, volleybal en voetbal. Meedoen aan de wereldspelen voor kleine mensen draait echter niet alleen om presteren. Sommige mensen doen het juist heel veel voor de gezelligheid en juist om andere mensen met achondroplasie te leren kennen. Want je ziet ze het over het algemeen niet heel erg in het wild lopen of zo. Je moet ze kennen en je moet ze net tegenkomen. Dus daardoor is het juist heel leuk dat je een ontmoetingsplek eigenlijk dan juli in augustus krijgt. De World Dwarf Games beginnen op 28 juli in Keulen en duren tot en met 5 augustus.